Dank u wel. Een mediakit. Dank u. Alsjeblieft. Van harte welkom. Hallo, dank u wel. Oké. Dames, jullie mogen van start gaan. Ja. Dus ik stel graag mezelf even kort voor. Ik ben Stefanie, dit is Marie-Laure van TVH. En ik spreek voor ons beiden als ik zeg dat we heel vereerd zijn dat we hier vandaag door jullie uitgenodigd zijn. We gaan proberen om in de korte 7 minuten ons verhaal te doen over TVH en hun medewerkers en hun engagement. Eerst misschien heel kort, wat is TVH en wat doet TVH? TVH, kort voor Ter Mothe en Van Aalst, de twee families die ons bedrijf opgericht hebben destijds. Wij doen twee hoofdzakelijke activiteiten. Dat is de verkoop van onderdelen voor industriële voertuigen en ook de verhuur en verkoop van die machines op zijn geheel. Dus voor bijvoorbeeld het opzetten van evenementen. En wij zitten in heel de wereld verspreid. In die 50 jaar tijd zijn wij vanuit onze Hullegemse roots eigenlijk naar alle uithoeken van de wereld gekropen. En nu tellen we eigenlijk al meer dan 7000 medewerkers wereldwijd in meer dan 240 sites. Dus die eerste uitdaging kunnen jullie waarschijnlijk wel al raden. Hoe bereiken wij al deze medewerkers en hoe bereiken we ze op een zo efficiënt mogelijke wijze? De scope voor deze engagement casus was België, maar dat was al een uitdaging op zich. Want we tellen meer dan 2000 Belgische medewerkers, verspreid in 10 verschillende sites. Dus voor ons als communicatieteam is het altijd opnieuw de oefening om een perfecte communicatiemix samen te stellen van online en offline kanalen, zodanig dat we echt iedereen meekrijgen in ons verhaal. En ook altijd consequent in Nederlands, Frans en Engels. Een tweede grote uitdaging voor TVH is de feedback die we verwerken uit onze engagement survey. Die noemt Your Voice. En die hebben we gelanceerd vorig jaar in juni 2019. We waren heel content met de response rate die wij gekregen hebben. 87% voor parts en 77% voor equipment, de twee business units. En we hebben ook een heel mooie engagement score van 81%. Maar 81, dat is geen 100, dus we willen beter doen. Dus naast de positieve feedback die we uit de survey gekregen hebben, hebben we ook de aandachtspunten geïdentificeerd en we hebben daar actieplannen aan gekoppeld. Deadline actieplannen is eigenlijk de jaarwisseling december 20 en januari 21. Het eerste feedbackpuntje was autonomie. Voelt een medewerker dat hij betrokken genoeg is bij de beslissingen die genomen worden in het bedrijf? Daar kunnen we nog iets beter op scoren. Een voorbeeld van een actieplan is dat we daarom change management cursussen hebben geïntroduceerd bij de leidinggevenden in TVH. Zodat ze goed weten wie dat ze allemaal bij het beslissingsproces moeten betrekken. Een tweede feedbackpuntje was: voelen medewerkers zich erkend voor de prestaties die ze leveren in ons bedrijf? En daarvoor is een mooi voorbeeld de functiegroeipaden die HR heeft uiteengezet voor elke jobfunctie, zodanig dat de medewerker kan zien wat zijn mijn doorgroeimogelijkheden binnen TVH. We investeren ook heel veel in learning and development, zodanig dat we hen de juiste tools kunnen aanreiken om ook daar te geraken waar ze willen. En een derde puntje, ik denk voor elk bedrijf wel een uitdaging, dat is communicatie. Meer bepaald tweerichtingscommunicatie. We hebben heel sterk ingezet op interactie in onze verschillende kanalen. En ik vind het mooiste voorbeeld eigenlijk hier onze CEO Dominique Valke, die de medewerkers uitnodigt om samen met hem een boterhammetje en een koffietje te nuttigen en eens uw hart te luchten. En dan geef ik graag het woord aan Marie-Laure. Dank u wel, Stefanie. Zoals Stefanie zei, cijfermatig zijn we best tevreden met de resultaten van onze eerste survey. En ook de tweede survey, een korte opvolgsurvey, 1 jaar nadien, toont al vooruitgang in die cijfers en op die 3 vlakken die Stefanie aanhaalde. Ook de lage cijfers in turnover en verzuim bijvoorbeeld geven alvast een indicatie van het engagement bij TVH. Nog een uitdaging dan, de continuïteit in onze initiatieven. We Are One bijvoorbeeld, dat zijn onze bedrijfswaarden. We Are One dus, niet TVH Nudge voorlopig, maar We Are One, dat zijn onze bedrijfswaarden. Dat zijn 5 waarden die we eigenlijk in de kijker zetten, bijvoorbeeld met initiatieven zoals effectief waarden in de kijker. Een voorbeeld is onze zomertoernooitjes, daar was een foto van, maar onze zomertoernooitjes bedanken van vorig jaar om een beetje dat groepsgevoel ergens te gaan bevorderen. Wie dan uitblinkt in de waarden, kan verkozen worden door de collega's tot employee in de spotlight. Dat is nog een initiatief. En dat We Are One leeft, dat mag blijken uit de kandidaten die we elke maand eigenlijk binnenkrijgen om We Are One ambassador te worden.
En dan ga ik over naar TVH Nudge. Dat eigenlijk draait bij ons om mentaal welzijn, om welzijn in het algemeen en gezondheid. Denk concreet aan losse initiatieven, zoals sportlessen of ontspanningsruimtes. Maar ook thematisch gaan we nu te werk met iets grotere dingen. Zoals het thema mentaal welzijn. Daar hebben we bijvoorbeeld een infobrochure over gemaakt. Maar anderzijds ook een panelgesprek georganiseerd met collega's, waar dat we dan eigenlijk een beetje het taboe over burn-out gaan helpen doorprikken. Dan de coronacrisis. Voor welk bedrijf was het geen uitdaging? Of is het geen uitdaging? Ook via een korte survey hebben we toch eens gepost in maart. Hoe gaat het met jou bij de collega's? En de aandachtspuntjes die daaruit voortkwamen hebben we aangepakt met onder meer leuke challenges. Dit is een Spotify-playlist die daaruit is voortgekomen bijvoorbeeld. Of nudge tips. Dat zie je hier. Dat zit trouwens in onze mediakit die we hebben afgegeven. Onder andere. Een kaartje per post. Een hart onder de riem, zeg maar. En ook een welkomkit met veiligheidsmateriaal en een leuke herbruikbare koffiebeker. We kregen echt heel veel positieve reacties daarvan, dus dat is ook wel heel leuk. Tot slot extern. Het engagement en de motivatie van de collega's dringt toch wel door tot bijvoorbeeld cijfers die gelinkt zijn aan customer delight. Denk aan NPS bijvoorbeeld, die toch alweer sterk verbeterd is van eind vorig jaar naar nu. We hebben ook heel wat verbeterprojecten die toch wel zeer goed lijken alvast in de cijfers. 80% tevredenheid bijvoorbeeld bij die kortere opzoektijd. En ook onze billboard, deze bijvoorbeeld, was heel populair. Dat is te zien langs de E17. Daar hebben toch heel veel mensen op gereageerd. Die ging viral online. Die stond zelfs op 9gag op een bepaald moment. Dus dat was ook wel echt was onverwacht, dat om succes. Om trots op te zien. Ja. Tot slot, als werkgever komen we ook steeds meer in de picture. Want hier zijn we toch wel binnengekomen dit jaar in de top 20 aantrekkelijkste werkgevers. Ook toch iets om fier op te zijn. Dus, en daarmee rond ik onze pitch af. Dus dank je wel voor jullie aandacht en nogmaals voor de uitnodiging vandaag. Ja. Dank u voor de presentatie. Jullie zijn twee trotse dames, dat voelen wij. Hè. Ja, zeker wel. Ook een heel leuk bedrijf, ter motte van Aalst. Ik ga even kijken bij mijn mede-juryleden als zij een vraag hebben. Luca, ik weet niet als ik bij jou terecht kan. Jullie zeggen dat jullie inzetten op learning and development. Zouden jullie dat eens kunnen concretiseren? Allee. Ja, we hebben een learning and development afdeling eigenlijk, met allemaal learning and development specialists en ook administrators. En zij ontwikkelen allerlei verschillende groeipaden. Bijvoorbeeld Iedereen Leert, waarbij dat we samenwerken met de Sintra, zodat dat medewerkers naar de Sintra een cursus naar keuze kunnen volgen. En hebben ze 3/4 aanwezigheid, dan krijgen ze dat weer terugbetaald van TVH. En ook in-house doen we regelmatige opleidingen. En zelfs om teamleader te worden kun je Road to Leadership volgen. Het zijn heel veel verschillende initiatieven die aangereikt worden. Ja, klopt. Ja. Interne, externe opleidingen. Een heel uitgebreid aanbod eigenlijk. En dan worden we ook daarop opgevolgd eigenlijk in onze evaluatie. Hoe gaat het? Ja. Waar zie je jezelf naartoe groeien? Welke opleidingen wil je nog doen? En de teamleader kan ook zelf eigenlijk suggesties geven. We hebben bijvoorbeeld ook een LinkedIn Learning account. Waarbij onze soft skills wat aangescherpt kunnen worden. Dus een van de... Kunnen we op ons uitleven, echt waar? Ja. Al de courses die daarop staan kunnen... Excel was handig. Jullie hebben een aantal nationaliteiten, omdat jullie communicatie doen voor part naar verschillende landen. Ja. Hoe maak je daar dat de binding tussen verschillende culturen tot stand komt? Dus enerzijds zorgen we altijd dat we standaard zeker Nederlands, Frans en Engels aanhouden als taal. Hey, want denk, in totaal hebben we iets van 37 verschillende nationaliteiten. Ja, maar tussen de mensen, tussen de... Om hen verbonden te houden, hebben we eigenlijk in elk filiaal een Wear One Ambassador aangesteld. Die ons aanspreekpunt is vanuit het Wear One en Nudge Comité om daar ter plaatse ook die verbondenheidsactiviteiten uit te voeren op hun eigen manier. En vaak, zoals bij de challenges, wordt dat dan ook weer globaal gebundeld en gedeeld met iedereen. Zodanig dat iedereen ook van elkaar leert en ziet wat er overal ter wereld gebeurt. Onze Plank Challenge was daar een heel mooi voorbeeld van. Ja. Dan hebben we een bepaalde datum uitgekozen om te zeggen, we doen een Planking Challenge. Wie het langste kan planken,
Ja, inderdaad. Echt planking oefenen. En dan zag je Chinezen en Indiërs en Amerikanen die allemaal zo om het langst. Ja. Het enthousiasme was enorm. Ja. De langste planker was 10 minuten? 13 minuten. 13, ja. Dat was echt wel heel zot. Een Belg waarschijnlijk. Nee, India denk ik. Het kan. Het kan. Ik weet dat Elster Mol de tweede was met 10 minuten. Ja, dus dat Elster Mol, het kan het ook wel. Ja. We gaan het niet onmiddellijk doen. Van mij was 2 minuten. Dus. Maar de foto's waren prachtig. Uit alle branches ingestuurd. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is eigenlijk de clue. Iedereen ziet het van elkaar, ook op, intern op Facebook en via de communicaties. En kan daar ook op reageren. We gaan even kijken naar de jongeren als zij bereid zijn om te planken of om, om wat te doen. Mag. Dus om een, om een vaste vraag te stellen. Ja. Ja, dus jullie werken zowel met arbeiders als bedienden. En wij vroegen ons af hoe het verschil zich uit eigenlijk in employee engagement. Hoe betrek je de arbeiders en hoe betrek je de bedienden? En is daar een groot verschil tussen? Ja, dus natuurlijk het communicatiemedium bij uitstek, dat is e-mail. Maar heel veel arbeiders die hebben geen computertoegang of toch beperkt in die zin dat we wel computerkiosken voorzien, die dan gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden tijdens de pauzes. Maar we zetten dus heel veel offline tools in, zoals het ontwerpen van die brochures zoals die in de welkomstkit zitten, het ophangen van posters. Er zijn ook heel veel logistieke briefings waarbij dat we dan de teamleaders contacteren en zeggen van graag zeker dit, dit en dit meegeven. Bijvoorbeeld de eisjes die we uitgedeeld hebben vorige week, toen dat het nog warm was. Typisch bij de hittegolf. Typisch bij de hittegolf. Dan delen we wel ijsjes uit. Ja. Dat beginnen ze zelfs te verwachten. Dan zijn ze heel enthousiast. Ja, ijsjes tijd. En het wordt ook altijd in onze Facebookgroep gepost, omdat we merken dat toch wel heel veel medewerkers ook buiten de werkuren dan willen op de hoogte blijven van wat er de volgende dag gebeurt op tv. Ja, dus eigenlijk qua kanalen zetten we in op online, offline, om iedereen te bereiken. Maar anderzijds houden we rekening met onze activiteiten ook, dat het echt wel een waaier aan mensen, een waaier aan profielen gaat aanspreken eigenlijk. Ja. Zie je een verschil in de meting tussen arbeiders en bedienden? We merken eigenlijk van alle twee kanten engagement, want we vragen eigenlijk bijna altijd om foto's in te sturen als ze iets doen. En dan... In je meting? De e-mailmeting? Nee, nee, je meting. Jullie maken toch het engagement? Metingen, ja. Bijvoorbeeld bij de koffiecorner. We hebben een tijdje een koffiecorner eigenlijk opgezet. Facility heeft dat gedaan met 5 types leveranciers om eigenlijk onze volgende koffieleverancier te gaan kiezen. En ergens mensen mee een stem te geven. En daar zagen we toch wel heel veel arbeiders. Het verschilt van initiatief tot initiatief. Want bij die koffieleverancier, die hoek eigenlijk, die tasting corner, daar hadden we dan ook blaadjes gelegd waarbij ze konden stemmen en zo. We merken dat het misschien gemakkelijker is als we inderdaad offline ook die optie geven dat er veel meer 50-50 engagement is dan bijvoorbeeld een online stemformulier. Ja. Maar daar zetten we dus zeker ook op. Eigenlijk de technieken verschillen, maar in the end blijft het hetzelfde. Ik denk dat het engagement toch wel... Het voelt voor mij toch echt 50-50 aan. Ja. Wat dat eigenlijk is waar we naar streven. Dus... Zeker. Ja. Ik neem u nog even mee naar de expertenjury. Die hebben waarschijnlijk een vraag voor jullie. Oké. Yes, eerst en vooral onze complimenten voor de jeugdige jury. Want jullie stellen zeer interessante vragen. Risico een beetje dat jullie net de kaas van onze boterham hebben gegeten door onze vraag te pikken, maar het was een topvraag. We hebben gelukkig een reservevraag. We merken dat er heel wat buy-in is van iedereen binnen jullie organisatie. Zo is er bijvoorbeeld een initiatief waar je met de CEO kan gaan lunchen, gezellig een babbeltje kan doen. Maar wij stellen ons dan toch de vraag... Hoe ziet zoiets eruit? Wat wordt er dan besproken? Hoe gaat zo'n gesprek? Want vaak is dat iets heel geforceerd als je zo bij de CEO ineens terechtkomt. Hoe ziet dat bij jullie? Is er dan echt een verbinding? Komen jullie daar dingen te weten? Hoe ziet dat eruit? Het mag gewoon niet zijn om opslag te vragen. Maar voor de rest, jij hebt dat eigenlijk georganiseerd, dat initiatief. Dus... Klopt. Dominique Pauke is op zich al een heel toegankelijke... mens eigenlijk om mee te gaan lunchen. Dat zie je ook op onze poster. Ik denk dat het in de presentatie was, hè, met zijn boterham. Ja, met zijn boterhammendoos. Hij wou zelfs een fotoshoot voor die poster, voor dat initiatief. Ik weet nog, ik had mijn boterhammetje mee voor die fotoshoot voor hem en alles voorbereid. Nee, die is heel toegankelijk om te beginnen al. En wat wordt er eigenlijk besproken? Dat hangt af van degene die het gesprek wenst. Dus van de collega die eigenlijk het initiatief neemt van... Dominique, ik wil een babbelje doen met u.
En dat kan gaan over het bedrijf zelf, maar dat kan eigenlijk heel vrijblijvend zijn van oké, ik wil u gewoon eens leren kennen. Dus kom je daar grote geheimen te weten? Ik denk niet per se, maar je kunt zeker interessante vragen stellen over het bedrijf zelf, hoe dat Dominique of andere mensen van het managementteam eigenlijk de dingen zien. En daar gaan ze ook op antwoorden. Ja, ik denk dat de opzet van dit initiatief echt vooral informeren is om te leren kennen wie is ons management. Mm-hmm. Echt voor strategische vragen kunnen medewerkers dan terecht bij onze marketplace die we elk kwartaal organiseren. Dat zijn echt letterlijk marktkraampjes die we dan in onze toonzaal zetten. En elk marktkraampje stelt dan een topic uit ons strategisch plan voor. En dan kan iedereen over de middag daar voorbij wandelen en inpikken op de uitleg en extra vragen stellen van hoe zit het? Wat is de timing opgeschoven? Wat is de status? Dus mm-hmm. we proberen op die manier ook in het strategische tegemoet te komen. En dan spreek je ook rechtstreeks tot de mensen die daar dag op dag mee bezig zijn. Ja, met de project leads zijn dat meestal. Mm-hmm. Ja. Hoe doe je dat dan op verplaatsing? Want dat is toch niet evident? Wel, dat is inderdaad in het HQ, het hoofdkwartier. Maar we nemen dat op video en delen dat dan met de andere locaties. Ah, tof. Ja. Goed idee. Ja. Technisch een uitdaging, maar... Ik weet niet of er nog vragen zijn, collega's? Nee? Het was heel duidelijk. Dank u wel voor de presentatie. Dank u voor de komst. Dank u wel. Jullie ook. Doe zo verder. Merci. Veel succes. Salutje. Veel succes.